Facebook ondergaat een heuse transformatie, zo kondigde Mark Zuckerberg onlangs aan, het sociale. 16 op 43.475 wil je altijd en overal al als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws op Soccer News. Download. 14 voor 4 middags 40 Bayern München won het thuisduel met Besiktas met 5-0, dus een return is slechts een formaliteit. 6 voor half 7 s'avonds VVV Venlo kan zich komend weekend definitief veilig spelen, een geweldige prestatie voor de 16 over 6 s'avonds 20 een WK voetbal in Nederland lijkt nog wat ver weg, maar in 2026 wordt mogelijk het 5 over 6 s'avonds 24 het zijn spannende tijden rondom Feyenoord, niet per se vanwege het voetbal, maar meer om al het 6 voor 6 s'avonds 13 KRC Genk zet hoog in op zijn jeugdopleiding en dat leverde de Belgen al heel wat talent. De 12 over half 6 s'avonds 51 Matteo Cachera is deze maand aan de beurt om blogs te schrijven op de website van Ajax in deel. Half 6 s'avonds 15 Paris Saint-Germain kwam in het duel met laagvlieger Angers SCO al vroeg op voorsprong dankzij. 7 voor half 6 s'avonds 9 zelf is Nicola Jurgensen inmiddels getrouwd met een beeldschone Deense, dus de dating app Tinder. 11 over 5 s'middags 0 de spelers van Ajax waren vandaag voor het jaarlijkse bezoek te bewonderen in het VU Medisch. 16 op 59.191 het zal niet de meest sprankelende kampioen worden, maar als het PSV lukt om de voorsprong op Ajax. 10 over half 5 middags 20 hij is dit seizoen volgens velen de grote vormgever van stuntploeg VVV Venlo, Clint Leemans. De 9 over half 5 middags 98 ruim 2 jaar geleden maakte Albert Gudmundsson de overstap van SC Heerenveen naar PSV Sinsen. 2 voor half 5 middags 53 vanmiddag werd bekend dat Brad Jones door bondscoach Bert van Marwijk is opgenomen in de definitieve. 17 over 4 middags 15 Vitesse bevestigde onlangs dat Leonid Slatsky na dit seizoen de trainer van Vitesse wordt in een 5 over 4 middags 58 Ajax-trainer Erik ten Hag staat natuurlijk bekend om zijn merkwaardige accent en uitspraken. Volgens 15 op 50.219 na afloop van de 1-2 nederlaag tegen Sevilla en dus de uitschakeling in de Champions League kreeg. 23 op 44.314 het bereiken van de Champions League wordt voor Nederlandse clubs steeds moeilijker. Dweet ook 23 op 34.159 Shakhtar Donetsk werd vanavond in Rome uitgeschakeld door een 1-0 nederlaag in de slotfase kreeg. 23 op 22.256 woensdagavond staat de volgende kraker in de Champions League alweer op het programma, want FC 23 op 11.120 de uitschakeling van Manchester United door Sevilla zojuist is met gejuich ontvangen in de 22 op 44.459 als Roma is erin geslaagd om de kwartfinale van de Champions League te bereiken. Het moest van ver, 10 over half 11 s'avonds 56 het seizoen van Manchester United zit erop in de Premier League is stadsgenoot City oppermachtig. 22 op 37.123 het doek is gevallen voor Manchester United. Invaller Wissam Ben Yedder heeft alweer gescoord en 5 voor half 11 s'avonds 0 Feyenoord en Stadion Feyenoord hebben stellig gereageerd op berichten dat de lint afgegaan zou. 5 voor half 11 s'avonds 73 Wissam Ben Yedder stond nog koud in het veld, maar heeft nu al zijn doelpunt te pakken. De Franse 8 voor half 11 s'avonds 22 bij Ajax werd hij verguisd en uiteindelijk weggehoond, daarom tekende Nicolai Boylussen uiteindelijk. 13 over 10 s'avonds 65 in januari jongsleden werd Peter Houtman getroffen door een hartinfarct, maar afgelopen weekend. 1 over 10 s'avonds 0 bij zowel het duel tussen Manchester en Sevilla als bij AS Roma tegen Shakhtar Donetsk stond dit na. 1 voor 10 s'avonds 0 d kleiner dan span groter dan e verwachtingen liggen straks op het WK bijzonder hoog voor onze buren uit. 11 voor 10 s'avonds 55 vanmiddag werd bekend dat Jurgen Streppel na dit seizoen vertrekt bij SC Heerenveen, zijn contract 21 op 35.156.